denk dat sowieso integrated production veel meer gaat toenemen. Het is nu nog heel erg gescheiden. Dus heel veel verschillende partijen die werken aan kleine onderdelen van een campagne. En ik denk dat dat sowieso inhoudelijk weinig bijdraagt, maar het maakt het ook veel minder efficiënt. Ik denk eigenlijk eerder dat het een onderdeel is van een langer lopende ontwikkeling, waarin de merken steeds meer toch als soort van sponsoren gaan optreden. En dat het dus eigenlijk dat ze meer ervaringen gaan mogelijk maken. Hè. En dat zie je ook met branded content of het sponsoren van events. En dat is net als experientials daar denk ik een onderdeel van. Waarin je eigenlijk op een veel meer speelsere wijze eigenlijk mensen interactie creëert tussen het merk. De consumenten zijn gewoon klaar met het krijgen van een boodschap. Die willen gewoon meer en die willen eigenlijk gewoon iets meemaken en die willen een beleving en die zijn op zoek naar relevantie. Als je het beschrijft is het natuurlijk een soort van fysieke ervaring, vaak met interactiviteit op straat. Waar je naar op zoek gaat is natuurlijk hoe kan je alsnog die ervaring met zoveel mogelijk andere mensen delen. Nou, dan komt er meteen al bij kijken dat je er een film van moet maken. En dat hebben we eigenlijk dit jaar gemerkt, dat we al die projecten waar we een experiential installatie voor maken, dat we ook gevraagd worden om daar een film voor te maken. De digitalisering van marketing, dat gaat denk ik nu nog sneller plaatsvinden. Ik denk dat mensen nu gewoon zien dat mobile is nu zo belangrijk, dat er hopelijk echt mensen, marketeers zich ook gaan realiseren, dat ze niet al hun geld moeten stoppen in out of home en tv en radio, maar dat ze dat echt moeten gaan stoppen in digital en experiential. En juist out of home en tv moeten gaan gebruiken om hun digital campagnes aan te jagen.